De Sociaal-Economische Raad, SER, heeft haar eerste advies uitgebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd heeft het dagelijks bestuur van dit orgaan op woensdag 4 november 2020 op zijn kabinet ontvangen. Het advies betreft raadgeving over het financieel-economisch beleid dat door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is geprojecteerd. De president heeft ons een uitnodiging gestuurd die wij in dankbaarheid hebben geaccepteerd. De SER was vertegenwoordigd bij het dagelijks bestuur. Dat wil zeggen de vertegenwoordiging van de overheid, dat ben ik als voorzitter van de SER. De vertegenwoordiger van de vakbeweging en de vertegenwoordiger van de ondernemers. We hebben heel goed gesprek gehad, een vrij lang onderhoud, waarbij er heel veel aspecten, de SER regarderende, die zijn besproken. Maar we hebben ook gesproken over het eerste advies wat de SER aan de president heeft gegeven. Dit advies ging over het beleid wat de minister van Financiën geprojecteerd heeft, het sociaal-economisch beleid en ons advies daarover. En zoals u weet is de SER vertegenwoordigd door drie grote groepen. De eerste groep is door de overheid, de tweede is door de vakbeweging en de derde is inderdaad door de ondernemers. Dus zoals u ziet is de hele samenleving goed vertegenwoordigd in de SER. En wij denken dat we best wel een gedegen advies hebben gegeven. Ook met betrekking tot ondersteuning van waar eigenlijk het sociaal-economisch beleid naartoe moet gaan in deze hele moeilijke situatie. We hebben geprobeerd met heel veel groepen van de samenleving rekening te houden. Het is niet altijd even gemakkelijk geweest in de discussies. Maar we denken toch dat als SER de eerste aanzet in deze korte tijd die we gehad hebben na de installatie, dat het een vrij positief en heel ondersteunend advies is voor deze regering. De SER heeft constant huiswerk en dat wil dus zeggen, de SER heeft gevraagd, dan wel ongevraagd advies aan de regering. Oftewel de DNA. Dus er zijn twee instanties die de SER om advies kunnen vragen. De eerste is de president hemzelf en de tweede is DNA. Dus, en zoals ik ook al zei, de SER is een onafhankelijk instituut die gevraagd dan wel ongevraagd adviezen kan geven. Dus mochten er geen gevraagde adviezen komen van zowel de regering als de DNA, dan zullen wij als SER ook ongevraagde adviezen geven aan de hand van, laat me zeggen, de problemen die wij zelf constateren in deze samenleving. En hoe wij als SER heel breed naar oplossingen kunnen kijken.